Yo, kijkers van Online Games, vannacht ik welkom terug bij een nieuwe aflevering van de voetbalvoorspellingen. Goed jongens, we gaan het natuurlijk hebben over de komende week. En natuurlijk ook voor de Conference League en natuurlijk van vorige week. Dus die drie gaan wij vandaag behandelen. Laten we gewoon beginnen hoe we het vorige week hebben gedaan. Deze week is natuurlijk ook de KNVB week, klopt. Van 31 tot 6 februari, vorige week... Over punten. We hebben de... Dit hebben we natuurlijk allemaal niet gedaan. Daar buitenlands alleen voor Europa doen. De rest niet. Hier gaat eerste divisie. 0 punten. 5, 5, 2, 0. 12 punten. 5, 0. Dat is behoorlijk knap. 0 punten. En 5 punten. Goed. Eredivisie. 5 punten. 0 punten. Ik had het gewoon andersom moeten doen. Goed. 0 punten. 2 punten. 0, 12 punten. Dat uiteindelijk 4-0. En ik had 2-0 voorspeld. 5 punten, 7 punten, 5 punten. Voluit 10-0. 3-0 werd 10 punten. Dat wil ik zeggen, niet 10-0. Maar 10 punten hebben we. Goed. Dan gaan we het hebben over deze week. Van 7 tot 13 februari. Dat is deze week. Dit was natuurlijk afgelopen maandag. Gisteren, vandaag, bij mij staat er op morgen, omdat het bij mij maandag is. Goed, donderdag, goed. Dan gaan we het hebben over deze wedstrijden. Tot hier gaan wij... Oeh, er zijn er een hoop. Goed, dat gaan wij doen. Nou. Vrijdag, Heracles Utrecht. Ik zag... 2-0 voor Utrecht. ADO MVV. 3. Wow, laten we 6-0 doen. 6-0 doe ik. Goed. Beetje misschien overdreven, maar het mag wel. Almere. Emmen 2-0. 4-0. Excelsior wint. 3-1. Volendam Jong AZ. 2-0. Helmond Telstar 0-1. Top Os Eindhoven 1-1. Groningen Fortuna. Laten we 2-1 voor Fortuna doen. Doe die. Hoppa. Cambuur PEC Zwolle. Ik zeg 1-0 voor Cambuur. Vitesse PSV 1-0 voor PSV. Sparta Willem 2 0-2 voor Willem 2. NAC FC Den Bosch. Ik zeg 2-0. Die wedstrijd is op zondag. Brabantse derby. Dan hebben we natuurlijk RKC Feyenoord 1-3. Herwin NEC 1-1. VV Roda. Hele mooie wedstrijd, hele leuke wedstrijd trouwens. Ik hoop op een overwinning. Ik ga er 3-1 van maken. 3-1 gaat het worden. Bedoel Nick Venema maar. En dan hier. Dinnenvente. Ajax Twente. Kwart voor 5. 2-0 Ajax. 0-3. Slaan we het op. Dan... Gaan we het kijken over de week erna. Alles is ingevuld. Ja. Nu altijd checken. 13 februari. Dan 14 februari. 20. Kijk. Maandag. Champions League. Het gaat beginnen met de Champions League. Ja. Is het al. Is het dan al zo, de zoveelste. Ik
Klopt, dan moeten we de extra voorspelling van de Champions League moeten we dus ook maar eens eventjes gaan doen. En de Europa League en de Conference League. Oh. Moeten dit hier allemaal nog voorspellen? Oké, dan doen we dat ook. Jong PSV, Jong Utrecht. 2-0. Paris Real, dat is al een linker hoor. Dat is al een linker. Er zijn toch wel twee kansen dat die makkelijk kwartfinales, halve finales in kunnen. En nu moet er alleen afscheid nemen in de achtste finale. Maar het is zo. Paris Real, ik zeg 2-1 voor Paris. Sporting Portugal, Manchester City 0-2. 1-3. Je kunt natuurlijk de extra voorspelling. Djiko, Liverpool, Mohamed Salah. Red Bull Salzburg tegen Bayern München. Eerste wedstrijd 1-1. Europa League Barça-Napoli. Ik zeg 2-0 voor Barcelona. Goed, Zenit Sint-Peter speel ik de Real Betis. Ken ik niet. Zenit ken ik wel een beetje. Dortmund wint. Met 1-0. Ken ik allebei niet. 0-2. De Conference League. Laten we daar eens maar eens eventjes mee beginnen. Donderdag. 7:15. Mystique Polk. Zeg 1-1. Fenerbahce. 1-2. Rapid Wien. Ik ken die helemaal niet. Maar ik ga voor 2-0. Openda. PSV Maccabi Tel Aviv. Ik ken die helemaal niet. Ik zeg 3-0. Ik ken die tegenstanders helemaal niet. Die zit trouwens niet op in FIFA. Deze wedstrijd die gaan we aankomende weekend. Komt die op ons kanaal. 6:30 de eerste wedstrijd. Return. Dus een weekje. Een dag erna. Zondag dus. Dan gaan we nog. Deze doen. Sevilla Dynamo Zagreb. 2-0. Rabu Leipzig 3-1. Atalanta 1-2. Hier wordt dus 1-1. Hop, ik vul maar wat in. Sparta Praag, die ken ik wel zo'n beetje. 2-0 maken we ervan. Celtic maken we 1-0. Leicester City tegen Randers. Leicester wint wel. Olympique Marseille tegen FK, die ken ik ook helemaal niet. Dat vullen we dus ook nog in. Goed, nu dus de extra voorspellingen. We gaan dit dus eerst even opslaan. Kijk, dan doen we dit. Wat hadden we gezegd? 1-0. 1-0. Dus dit is voor de komende week. Ook wel behoorlijk wat wedstrijden. Goed. Extra voorspellingen. Eredivisie. Conferentie. Kun je extra voorspellingen? Dat kan ik niet verder invullen. En de Europa League. Kan ik die? Nee, dat gaat pas bij de laatste 6 en laatste 2 inderdaad. De Champions League. Wie gaat er tegen wie spelen? We vullen gewoon in. Dus we gaan dus eerst eens even kijken. Tik ik het even in Google in. Champions League. Champions League wedstrijden. Bekijk meer wedstrijden. Paris Real. Wie gaat er door? Paris of Real? Ik zeg Paris. Real hoeven niet meer aan te vinken. Sporting of Manchester City? Ja. Manchester City gaat door. Red Bull of Bayern? Bayern München. Inter of Liverpool? Ik zeg Liverpool. Liverpool, waar ben je? Liverpool, Liverpool, Liverpool. Is het daar? Chelsea tegen LASK. Chelsea gaat door. Villarreal of Juventus? Juventus gaat door. Atletico of Manchester United? Ik zeg Atletico.
Atletico. Dan hebben we nog eentje en dat is natuurlijk Benfica tegen Ajax. En dan gaat uiteraard Ajax natuurlijk wel. Maar nu, je weet natuurlijk niet wie tegen wie. Stel je voor, Ajax krijgt Chelsea. Ja, dat gaat natuurlijk. Dan denk ik gewoon dat Chelsea gaat winnen. Dus ik zeg halve finales. Paris. Liverpool. Chelsea. Bayern München. De finale gaat tussen Chelsea en Paris. Paris Saint-Germain wint de Champions League. Zo denk ik. Zo ga ik het dus doen. Voor hetzelfde geld ligt Paris eraan. Ja, dat is ook weer een dingetje, hè? Ik ga het gewoon zo doen. Zo ga ik het doen. Ajax gaat kwartfinale halen. Gaat in de kwartfinale, maar liggen er dan uit omdat ze tegen Chelsea Bayern. Of die dat gaat ze denk ik net niet te redden. Kijk pas voor teams dat ze hier allemaal. Dat is gewoon niet te doen. Goed. Dat hebben we dus gedaan. Voor de rest is het zo prima. Goed. Oeh, we zijn pas 11,5 minuten bezig. Ik dacht dat we veel langer bezig waren. Goed. 40. Hoe staan wij? We zijn omlaag gegaan. 41 punten bij, 34 erbij. Dat is niet al te veel. Het is omlaag gegaan. We zitten bijna op de 1000 punten. Dus maar kom je gaan misschien in de KNVB week ook misschien omhoog. Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. Goed, maar ik ga het hier eens belaten, jongens. Wel ja. We zien elkaar uiteraard volgende week weer terug. En dan gaan we weer alles bekijken, hè. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week, hè, jongens. Mazzel!